Zo vertrok de raket vorige week vanuit China naar de ruimte. Aan boord geen astronauten, maar een stuk van een nieuw Chinees ruimtestation. De raket deed wat hij moest doen, een stuk ruimtestation bezorgen. Maar na zijn missie raakte de 30 meter lange raket verdwaald en werd het ding onbestuurbaar. Marco Langbroek is onderzoeker en weet veel over wat er in de ruimte rondzweeft. Met dit soort grote raketten is het eigenlijk de gewoonte geworden om ze boven een leeg stukje oceaan met een commando doelbewust omlaag te zenden, zodat ze in die lege oceaan komen en niet boven bijvoorbeeld een bewoond gebied. En bij deze raket lijkt dat niet te gebeuren en dat is vreemd. Nu cirkelt de raket in een soort eivormige baan om onze aarde. Soms op 160 kilometer hoogte en soms op 300 kilometer hoogte. Bij ieder rondje zakt hij een beetje en dus komt de raket steeds dichter bij onze aarde. Als hij in een dampkring komt, breekt hij in stukken. De meeste van die stukken die verbranden. De raket komt met een zo grote snelheid die dampkring binnen, met 8 km per seconde, dat eigenlijk door de wrijving met de luchtdeeltjes in de atmosfeer beginnen al die rakettenbrokstukken beginnen te gloeien en die branden helemaal op. Ja, gelukkig komen niet alle brokstukken op onze planeet terecht. Alleen een klein deel belandt op aarde. Als ze ergens terechtkomen, dan gaan ze over een heel groot gebied van misschien wel honderden kilometer lengte, komen een aantal van die brokstukken neer. Het probleem is dat we zeker zo enkele dagen van tevoren niet goed kunnen voorspellen waar dat gaat gebeuren. En dat is natuurlijk problematisch, want ja, je wil eigenlijk weten als dat bijvoorbeeld boven een bewoond gebied is, dan wil je dat van tevoren weten, zodat je mensen kunt waarschuwen daarvoor. Ruimtevaartdeskundigen verwachten dat zaterdag of zondag de brokstukken op aarde storten. In principe zou dit gevaarlijk kunnen zijn. Als je zo'n brokstuk op je hoofd krijgt, ja, dat moet niet gebeuren. Of op je huis of iets dergelijks. Aan de andere kant is het risico erop ook weer heel erg klein, want een heel groot deel van de aarde is oceaan. Dus de kans is heel groot dat die in de oceaan terechtkomt. Mensen in Nederland hoeven zich geen zorgen te maken, want de brokstukken zullen hier niet terechtkomen.